We komen hier in de schatkamer van Hartog. Hier zie je echt de silo's waar de tarwe, rassen, pershoort opgeslagen worden. En het mooie is eigenlijk dat we, ja, we zijn eigenlijk wel denk ik een van de weinige bakkers in Nederland die met Nederlandse tarwe bakken. En ja, die dit ook doen, hè. Zelf de, vanaf de boer de tarwe hier laten komen, malen. Ja, die hele keten hebben we in eigen beheer. En ja, als je hier staat, ja, het voelt goed. Mooi, hè? En het leuke is, vroeger hebben ze zeg maar, een brood bedacht. Als je die tarwe in je mond doet, ja. Nou, even een beetje met speeksel laten oplossen, dan wordt het een papje. En van het papje maakten ze vroeger. En ze op een gegeven moment het idee gekregen om van het papje ook brooddeeg te gaan maken. Die tarwe die malen we zelf in de bakkerij. Dus al die lijnen, al die stromen, die hebben we eigenlijk in eigen beheer. Wij bepalen eigenlijk welke tarwe we willen hebben, wat erin zit, hoe we malen. En daarmee kan je natuurlijk heel mooi onderscheiden. En ben je niet afhankelijk van anderen. Die tarwe die malen we zelf in de bakkerij. Dat gaat eigenlijk op deze manier. Je hebt een molensteen. In die molensteen zitten allemaal groefjes. Dat lijkt op een mes. Als je hier met je vinger voorbij gaat, is het ook een beetje scherp. Dit is de ligger. We hebben nog een draaiende steen. Die ligt er eigenlijk bovenop. En die steen die draait een hartje in het rond, waardoor de tarwe naast de molensteen valt. En dan heb je dus uiteindelijk het volkorenmeel, wat van de steen afkomt. Heel veel bakkers die gebruiken volkorenmeel, wat gemalen is in een meelfabriek. In een meelfabriek dan valt het meel na het malen valt het op een zeef. Die zeef die trilt op en neer. En de grove delen, de zemelen, die halen ze er dan uit. En die leggen ze eventjes naast het andere. Dit herhalen ze een keer of vier. En dan uiteindelijk hou je de witte bloem over. Dan wordt er eigenlijk achteraf pas gedacht van hé, we hebben nog volkorenmeel nodig. En dan gaan ze weer een gedeelte, dus niet alles van die zemelen, gaan ze weer toevoegen aan het witte meel. Zelf malen heeft natuurlijk heel veel voordelen. We hebben hier het volkorenmeel, wat we dan zelf gemalen hebben. En na het malen hebben we het niet gezeefd. En het grote voordeel is dus dat die tarwekorrel die erin gegaan is, dat alles ook weer terug te vinden is in het zelf gemalen meel. De deegmachine die zorgt ervoor dat het deeg op een ouderwetse manier gekneed wordt. En ja, het voordeel is ook van als je dan een high-tech machine hier had neergezet, dan had je de kneedtijd heel erg kunnen verkorten. En dan had je er ook weer voor allerlei stof aan toe moeten voegen om in die korte tijd dezelfde ontwikkeling voor elkaar te krijgen wat wij in 30 minuten doen. Dus langzamer is beter. Tijd is smaak bij ons. Ja. Gerrit was er, zijn vrouw respectievelijk, die begon het met 12 broodjes. Ze woonde ergens in Noord-Holland aan de Zuiderzee, ze had het heel arm. En ze kreeg bezoek van mensen uit Amsterdam vandaan. En die zei, tante wat bak jij toch lekker brood? Dat moet je in Amsterdam gaan doen, dan zullen wij klanten voor je zoeken. Want ze zagen wel dat ze straatarm hadden. Nou, na veel wikken en wegen zijn ze drie hoog begonnen in de Jordaan. Maar alleen voor korenbrood en meestal vegetarische klanten. En hij was nogal een echte socialist. De socialisten kwamen ook nog bij hem. Ik ben de zevende generatie eigenaar. Ik ben geen hartog. Ik ben echt de eerste van buitenaf. En ja, in het begin is het natuurlijk een hele stap geweest, ook voor de familie Hartog, om te zeggen, nou, we halen eens een keer een vreemde eend erbij. Maar ja, het gevoel is denk ik toen goed geweest en nog steeds. We gaan goed met elkaar om. Het is wel zo dat ik het voor te zeggen heb hier. Maar aan de andere kant, ja goed, we zien elkaar meerdere keren per week. En ja, we kunnen wel met elkaar door één deur. Zou je de naam Hartog wel willen dragen? Nou, ik heb er inderdaad, ik heb er wel eens aan gedacht om mijn naam te veranderen. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Maar ik ben wel trots dat ik heel erg het harte gevoel bij me draag. En ik zie mezelf ook wel een deel van de familie. Ja. Gerrit Hartog en zijn vrouw die ermee begonnen zijn. En toen was hij hier in de Ruisstraat op 68. Toen kwam iemand een witte brood, een heel half wit.
Hij zegt, nee, ik verkoop geen gecastreerd voedsel. Ik heb het al een paar keer verteld. En jullie nog niet. Hij was echt anti. Het was natuurlijk zo in de 20, 30 jaren. Toen was witte brood iets voor de betere mensen. En tarwebrood was eigenlijk voor de armere mensen. Nu is het andersom.